VVV Live wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo, Systemec en Fracu Installaties. Dames en heren, welkom bij VVV Live aflevering 2. Waar gaan we het vandaag over hebben? Over corona natuurlijk, maar ook over leuke dingen. Nieuwe spelers, spelers die bleven. Dat doen we. Marco Bogers, onze directeur. Maurice Graaf, onze topscorer aller tijden. Aan de bar nu nog, maar in blok 2 aan tafel. Onze trainer Hans de Koning en onze captain Danny Post. Dit is VV Live aflevering 2. Welkom VV Live aflevering 2, zoals gezegd. Voor de oplettende kijkers en de mensen die het gevolgd hebben in de aankondigingen, Stan Valks zou eigenlijk ook aan deze tafel zitten. Die is er niet. Die geniet van een paar dagen. Ja, mogen we het vakantie noemen, Marco? Van een paar dagen rust, denk ik. Want hij heeft het druk gehad, hè, Marco? Hij heeft en een hele lange periode gehad. En hij heeft het heel erg druk gehad. Dus ik denk dat vakantie wel verdiend is. Jij hebt het ook heel druk gehad, Marco. Nog steeds. Corona, laten we het erin gooien. Vertel, wat deed de persconferentie met je? Was je bang dat er toch nog even geroepen werd, niet alleen de amateurs, maar ook het betaald voetbal? Of waren jullie al op de hoogte? Ja, nou goed, wij waren niet op de hoogte, maar het is natuurlijk al zo dat een aantal weken terug is gezegd, we doen er alles aan om de competities uit te spelen, hetzij dan zonder publiek. Omdat het spelen nu zonder publiek ook tot weinig risico's leidt. Dus en er ons alles aan gelegen is in deze bedrijfstak om in ieder geval de competities uit te spelen. Ja. Dus wij waren wel voorbereid en ook wel op het feit dat het wel veel langer zou zijn zonder publiek. Ja. Je zegt zonder publiek, maar voetbal blijft natuurlijk een rondreizend circus. Hè? Een van die mensen die van dat rondreizende circus onderdeel is, is Maurice Graaf. Maurice, welkom. Je bent als analist voor Fox bijvoorbeeld ook bij wedstrijden aanwezig. Dan sta je letterlijk wel op het veld, je doet niet mee. Is het ook voor jou anders in zo'n leeg hok binnenkomen? Ja, dat begint al dat ze minder vaak gebruik maken van analisten nu in coronatijd. Dus ik ook minder vaak aan de beurt kom. Dus daar merk ik het al. En ja, dat is toch de leuke bijverdienst als je wat over je eigen clubje mag vertellen. En die krijgt er ook nog voor betaald. Dus wat wil je nog meer? Maar ja, ik heb tegen Borussia Mönchengladbach thuis in het stadion. Mochten er nog, wat waren er, 1100? Ja, ruim 1100. 1100? Ja. Ik vond het net alsof ik bij een begrafenis was. Het heeft helemaal niks. Voetbal heeft supporters nodig. En ja, het is doodzonde. Maar deze tijd is even niet anders. Hier moeten we met z'n allen doorheen. Ja, Marco, het begon met een bepaald percentage, hè, wat we binnen mochten laten. Nou werd er links en rechts geroepen, moet VVV nou echt weer het beste jongetje van de klas zijn? En we zaten onder de 20% bezettingsgraad, terwijl er andere clubs waren met misschien wel 30-35%. Zijn zij de stoute jongetjes of heeft dat gewoon met de bouw van Covebo Stadion de Koel te maken? Van alles wat. Maar kijk, in beginsel is in ieder geval afgesproken met de gemeente, met de veiligheidsregio en met de club om ons te houden aan protocollen. Nou, dat doen wij ook, dat doen andere clubs ook. Maar er zijn ook clubs bij geweest die natuurlijk toch wel de grenzen hebben opgezocht of zelfs over die grenzen zijn gegaan. En daar zit natuurlijk toch wel een grijs gebied, ja. Waar in menig regio en bij menig burgemeester toch zoiets ontstaan van we moeten de club helpen. Dus wij schuiven een beetje op in de regels. En hier bleek dat niet mogelijk. En dat heeft er dus ook voor gezorgd dat wij bijvoorbeeld op de business tribune geen tweetjes konden plaatsen. En dat onze supporters om de wedstrijd kunnen komen. Dat is in vergelijking met de meeste clubs in de Eredivisie nog geen straf. Noem dat geen straf, 1 op de 2. Maar wij hebben vanaf het begin gezegd, we zullen er alles aan doen om de mensen zo vaak mogelijk naar het voetbal te laten gaan. En wat het probleem is, dat wij natuurlijk ook tegemoetkomingsregelingen afspreken. En daar zit namelijk het grote probleem. We spreken tegemoetkomingsregelingen af om een stuk compensatie te geven voor het feit dat men betaalt en wedstrijden mist. Dus faciliteiten mist waarvoor men betaalt. En dat probleem komen we nu niet tegen, dat financiële probleem. Maar dat komen we volgend seizoen pas tegen. Ja. En dat is een hard gelag. Dan moet je die korting geven dus. Nou ja, goed, dan zullen wij onze supporters en sponsors, als mensen er niet van af hebben gezien. Precies, dan zullen we die moeten gaan compenseren. Dus de pijn
Ja, de grote pijn die gaan wij pas volgend seizoen krijgen. Maar die gaan we ook echt krijgen. En vooral bij de sponsors. Die wedstrijden juist sponsor worden om wedstrijden tegen Ajax, PSV, Feyenoord te kunnen bijwonen. Relaties mee te nemen. Precies, vooral bij sponsors. En voor waarbij heel veel mensen de derde helft om drinken gaat, gaat het bij sponsors heel vaak de derde helft voor die contacten aan te kunnen knopen. En voor iedereen te kunnen spreken. Kijk, onze begroting, onze inkomsten, laat ik het zo zeggen, die bestaan voor 60% uit inkomsten uit sponsoring en supporters. Dus uit kaartverkoop. En dat is het verdienmodel wat hier in Nederland gehanteerd wordt. In vele andere landen ligt dat anders. Daar is men veel meer afhankelijk van tv-inkomsten. Ja. Dus dat ligt bij ons een ontzettend groot risico. Op het moment dat wij dan een beroep doen op het bedrijfsleven, op de sponsors, om ons weer onvoorwaardelijk te steunen, dan geeft men daar massaal gevolg aan. Ja. Maar het gevolg is ook dat veel bedrijven zeggen tegen ons, ja, wat staat daar dan tegenover op het moment dat ik niet naar wedstrijden kan met mijn klanten, waar ik tenslotte voor betaald heb. Dan zal je als club, zul je dus tegemoetkomingsregelingen moeten hebben. Nou, daar maak je ook afspraken over. En ons gaat het er nu ook om dat wij, in ieder geval als je kijkt naar onze liquiditeitspositie, want die is op dit moment heel voornaam, dat wij de massale steun krijgen van onze supporters en sponsors. Daar zijn we ze heel erg dankbaar voor, laat me dat ook voorop stellen. Maar dat we toch pijn gaan krijgen financieel volgend seizoen. Ja. En grote pijn. Ja. Dat gevolg laat nog even op zich wachten, Marco. Je noemt net al de veiligheidsregio, hè, waar je overleg mee hebt. Met de burgemeester hebben jullie overleg. In dit geval is dat iemand met twee petten. Dat bedoel ik niet negatief, maar hij zit zowel in de veiligheidsregio als hij is burgemeester van deze stad. En daarmee heeft hij ook met VVV te maken. Die gaf jullie wel een compliment. Hè? Dat hoor je hem dadelijk ook zeggen. Laten we daar eens naar gaan kijken en vooral luisteren wat burgemeester Scholten zegt over het hele gebeuren VVV, corona en toeschouwers in het stadion. Ik vond dit absoluut niet de meest gelukkige maatregel. Ik zou best wel zeggen dat ik ook het gevoel heb dat VVV gestraft wordt. We hebben samen het protocol opgesteld, het coronaprotocol VVV en ik. En ik moet zeggen, wat ik van mijn medewerkers heb gehoord die er ook zijn en kijken hoe het allemaal gaat. Nou ja, tot en met het schreeuwen en het juichen. Het ging fantastisch bij VVV en ik vind dat zijn voorbeeld hebben gegeven voor heel Nederland. Maandag gaan we er weer over praten met de burgemeesters. Ik denk dat meer collega's van mij zeggen van ja, dit kan toch niet. De burgemeester van Rotterdam heeft het ook gezegd. Hè? Kijk, de Kuip vind ik mijn cultuurtempel. De meeste mensen in heel Nederland, bijna, die hebben wat met Feyenoord. Mm. En toch gek dat dat niet kan. Maar een theater wel. Ja. Met alle respect voor theaters, want cultuur moet het natuurlijk ook zijn. Ja, want een collega van u, Hubert Bruls, de voorzitter van alle veiligheidsregio's in Nederland, die zei vanochtend ook al in de krant, ik krijg het idee dat de maatregelen een beetje elitaire trekjes krijgen. Hè? Voetbal niet en theaters wel. Ja. Zat u daarachter? Ja, dat sta ik helemaal achter. Ja, ja, ja. Mooie woorden van de burgemeester. Maar Marco, zoals een trainer er niks aan heeft als je net met 6-0 hebt verloren, lekker gespeeld, geen punten. Zo heb jij natuurlijk eigenlijk ook, of heeft VV eigenlijk ook helemaal niks aan, hoe goed dat jullie het doen en dat je een voorbeeld bent. Want al met al mag er nu helemaal niemand komen kijken. En dat moet toch verschrikkelijk zuur zijn, of niet? Ja, absoluut. En als ik zie hoe mijn collega's de afgelopen maanden, moet ik zeggen, gewerkt hebben, keihard gewerkt hebben om deze maatregelen voor elkaar te krijgen. Hè. Dus dan verdient dat een groot compliment. Nou, dat is ook wat de burgemeester zojuist benoemt. En ik denk ook dat wij daar een voorbeeld in zijn, net zoals vele clubs. Er zijn helaas twee incidentjes geweest in grote stadions. En het is jammer dat iedereen daar dan voor moet bloeden, hè, zoals Mark Rutte dat ook heeft benoemd. Dat is teleurstellend voor iedereen die wel van hele goede wil is. En zoals de burgemeester het ook zegt, ja, hij vindt het ook zeer spijtig. Ik heb ook de burgemeester aangegeven wat onze financiële schade is. Ik heb ook met de dienstdoende wethouders gesproken. We hebben ook een kaart gebracht wat de corona voor een club als VVV nu financieel betekent. En ja, dat is fors en dat is zeer ingrijpend. Dat moeten we absoluut niet gaan onderschatten. En het is ook mijn hoop nu dat we daar, misschien niet nu, misschien niet het juiste moment, maar binnenkort toch nog een keer met de gemeente over aan tafel kunnen. Van, kunnen zij ons helpen? Op welke wijze kunnen ze iets doen? Want ja, wij komen gewoon in een heel lastig vaarwater terecht als dit lang gaat duren. En ik vrees ook dat dit langer gaat duren. Ja. Maurice, nou weet ik dat mensen die dicht bij spelers komen binnen VVV getest moeten worden. Mogen jullie met Fox echt helemaal niet in de buurt van de spelers komen? Wordt dat heel strikt afgeschermd? Zit je in andere hokjes dan normaal? Zoals ik net al zei, mij houden ze er voorlopig heel ver vanaf. Ik zit thuis. ik heb alle wedstrijden van VVV ook echt gewoon thuis gekeken.
Dus ik heb ze daardoor ook allemaal kunnen zien, dat ik nergens anders ook was. Maar ik zit nog steeds dit seizoen op mijn eerste wedstrijd voor Fox te wachten. Oké. Je zit zelf met je business, om het zo maar eens te zeggen. Hè? Veel focus op gezondheid. Vooral bij de kinderen, als ik het even heel plat mag slaan. Hoe zijn die daarmee bezig? Snappen ze wat er aan de hand is? Vinden ze het spannend? Vinden ze het stom? Vinden ze het... Hoe werkt zoiets bij kinderen? Ja, lastig. Ik zit groep 5, 6, 9... 10 jaar ongeveer. Dus die snappen wel wat corona is, maar zijn er eigenlijk op het moment dat ze in de school zijn helemaal niet meer mee bezig. En wij proberen ze gewoon in het algemeen te inspireren dan. Maar zelf, wij willen ook naar het bedrijfsleven. We willen al vanaf maart met onze workshops duurzaam en zetbaarheid naar het bedrijfsleven. Maar ja, je snapt ook, daar is nou, daar werkt iedereen thuis, dus daar kun je niks doen. Er is geen bedrijfsleven. Ja, er is geen, wel, maar niet geconcentreerd bij elkaar. Ja. Marco, het goede nieuws. Niemand van de organisatie is tot nu toe besmet geweest, begrijp ik. De spelers worden hoe vaak getest? Normaal 1 keer per week aan het einde van de week, dus 48 uur voor de wedstrijd. Ja. En dan krijgen we de testresultaten ook ruim van tevoren binnen, zodat ook onze staf, zeg maar, duidelijkheid heeft over de opstelling. Ja. Dus alle spelers, maar niet alleen de spelers, alle stafleden worden getest. En ook de mensen die in zone 1 komen, heet dat bij ons, de bubbel. Die worden ook allemaal getest. Ja. Even over collega's praten is altijd lastig. En zeker als ze er niet bij zijn. Maar laten we even een rondje langs de velden doen. Vanuit NAC komen zeer vervelende signalen. Hè? Voormalig VV-trainer Maurie Stijn zit daar nu. Ik hoorde dat er bijna een heel elftal uitgeschakeld was met coronaverschijnselen. Ja. Ja, het lastige is dat clubs, zeg maar, ook vanwege de AVG-maatregel niet... Mogen zeggen wat spelers of... Nee, wie het zijn. Hè? Dus er wordt vaak gegist. Maar goed, aan de opstellingformulier kun je vaak zien wie er wel of niet bij is. Ja. Het raakt en treft ons allemaal. En je ziet het nu ook steeds meer. Dus de tendens die in het land waarnemer is natuurlijk ook in het voetbal waarnemer. Zo razend als het daar niet gebeurt. Dus helaas krijgen wij er ook allemaal mee te maken. En ja, ik vrees ook dat ook bij ons straks wel een keer het geval zal zijn. Ja. En ik moet zeggen, wij zijn daar ontzettend goed mee bezig bij ons in de organisatie. Er wordt op alles gelet. Spelers worden ook overal van weggehouden. Maar je kunt niet 100% voorkomen dat het ook bij ons een keer raak is. Het gaat een keer gebeuren. Ja, en daar zullen we dan ook wel weer op voorbereid moeten zijn. En hopelijk valt dat mee. En zoals nu blijkbaar het geval is bij NAC. Ja, dat is ontzettend vervelend. Omdat wedstrijden moeten worden uitgesteld. Maar wat vooral om gaat, is natuurlijk van het treft spelers. In hoeverre treft het spelers? Wat is er aan de hand? Niemand, dit blijft gissen. En het komt wel altijd in het nieuws. En kijk, als bij een personeelslid van een bedrijf iemand corona heeft, komt het niet in het nieuws. Maar als bij een club een besmetting is, dan staat het weer overal in de media. Ja. En dan wordt er toch wel weer gevraagd, kun je hierop reageren? En ik snap dat heel erg lastig is. Ja. Wat de mensen in ieder geval nog wel, of een gedeelte van de mensen nog heeft kunnen zien was, en dat is heel mooi nieuws, de eerste wedstrijd in Covebo Stadion, de koel op natuurgras voor het eerst sinds heel erg veel jaren. Ja, dat zal Maurice deugd doen. Maurice, ik begin nou gelijk te lachen. Ik heb jaren tegen de maan gezaan. Ik zeg, kom dat we weer gaan voetballen. Want ik ben niet opgegroeid met kunstgras. Ik hoef ook niet meer te voetballen. Maar ik vind, voetbal op kunstgras is een ander spel als voetballen op gewoon gras, op natuurgras. En ik vind op natuurgras ook aantrekkelijker. Er gebeuren onverwachtere dingen. En die bal lopen langzamer, dat was in jouw tijd wat fijner. Ja, absoluut. Ja, maar op kunstgras heb ik zoiets. Geef dadelijk die trainer ook nog een joystick met alle tactische. Het wordt steeds minder aantrekkelijk. En natuurgras, door het onvoorspelbare soms, is dat nog wel mooier. En je ziet weer jongens die een broek vies maken. Ja. Ja, mooi. Ja. Goed, en over natuurgras komen natuurlijk ook vervolgvragen of dat voordelen heeft gehad. En daar heeft Stan Valks wel wat over te vertellen. Niet echt. Afgelopen jaren heeft dat wel 1 of 2 keer gescheeld. Dat een jongen niet wilde komen om op kunstgras te spelen. Afgelopen jaren moest ik dat wel altijd vertellen. Tenminste, ik vond dat ik dat altijd moest vertellen als ze... met de makelaars of de agenten van de spelers en met de spelers zelf moest ik dat altijd toelichten waarom wij kunstgras hadden. En dan vroegen ze, wanneer gaan jullie over naar natuurgras? Dus dat was altijd niet ongemakkelijk, maar ik wilde het ook niet vermelden. Dus dat hoef ik nou niet meer te doen en dat is een stuk prettiger.
En terwijl het filmpje loopt, zijn Maurice ook heel terecht. Nou, niet alleen spelers wilden wel eens niet naar VV komen. Maar ook tegenstanders. Dat gebeurt natuurlijk niet in de competitie. Maurice, ja, aantrekkelijke tegenstanders voor de Herman Teeuwen Memorial. Waar ik ook soms nog zijdelings bij betrokken ben. Ja, die zei je af, die wedstrijd, omdat het op kunstgras is. Ja. Ja. Nee, ik heb... ja, goed, ik ben echt heel positief over het hele project Gras. Ook de KNVB ook? De KNVB is ook heel blij. We zijn ook door de eerste keuring gekomen. Hè. Zoals misschien bekend hebben we 3 keuringsmomenten per seizoen... om ook in ieder geval te voldoen aan de eisen om een aanmerking te komen voor de subsidie... van de Europese spelende clubs. Nou, de eerste keuringsresultaten waren positief. Maar nog positiever vond ik vorige week toen Jong Oranje bij ons speelde. Nou, dat was ook weer een hele tijd geleden. Dat het met bakken uit de lucht kwam. En dat het veld zich heel, heel goed hield. Ik heb na afloop aan Peter Rekers gevraagd, oud-speler van VVV, assistent-trainer van Jong Oranje. Vraag eens aan die spelers wat ze vonden van het veld. Nou, ik kreeg een terugkoppeling een dag later van Peter. En die gaf aan dat jongens zeer enthousiast waren. En ook verwonderd waren voor het feit dat het veld er zo goed bij lag. En dat het zo goed bespeelbaar bleef. Toen het echt serieus slecht regende. En de eigen spelers, zijn die overgang hebben meegemaakt? Nee, maar de eigen spelers tot op heden ook zijn heel positief. Wij horen daar geen enkele wanklang. Ik denk dat ze heel blij zijn dat ze op gras spelen. Hmm. En het mooie is natuurlijk dat we ook op gras trainen naast het stadion. We zijn nu bezig met een aantal projecten die ook noodzakelijk zijn. Dat is namelijk de veldverwarming. Die wordt nu weer aangelegd. Maar we zijn ook bezig met zeg maar een stukje groeistimulatie, hè? Dus met verlichting op het veld. En dus dat zal allemaal binnen afzienbare tijd zal dat klaar zijn. Ja. Want daar komt dus wel van alles bij kijken, dat wisten we ook wel. Maar goed, je zit natuurlijk ook nu in een situatie, financieel is het lastig. Maar je wilt er ook voor zorgen dat gewoon je core business door kan en dat gewoon goed op orde is. En daarom zijn we heel blij met de staat van het gras. En volgend jaar is het nog beter, omdat het gewoon een jaar duurt, hebben ze mij laten vertellen, voordat het gras echt volgroeid is. Core business, voetballen. Yes. Maurice, dan zijn we eindelijk met of zonder publiek op dat vers gemaaide natuurgras aan het voetballen. En dan vinden links en rechts sommige scheidsrechters dat er een kaartje getrokken moet worden. En die kaart was bij VVV 2 keer de rode kleur. Daar vond jij wel wat van, of niet? Ja, had je het gezien? Ja, ik vond het in eerste instantie gelijk al bij Simon vond ik belachelijk. We horen het nu, hè, alsof er iemand afgezaakt is. Ja, en dit is bij Pachonik. Ik hoorde Hans Koning, de trainer, na de wedstrijd precies zeggen wat ik dacht. Een perfecte sliding. Ja. Zoals hij moet, uit het boekje naar de bal toe. Waarbij je inderdaad met je noppen door het veld gladders doorglijdt op die enkel van de tegenstander. Ja, dat is voetballen. Dat zijn duels. Dat zijn geen rode kaarten. Ja, ja. En ik heb me daar vreselijk aan gestoord in die wedstrijd al. Ik moet eerlijk zeggen, ik stoorde me daarna ook dat VVV het braafste jongetje van de klas werd en niet in beroep ging. En toen werd ik nog kwaaier toen ik zag dat al die andere rode kaarten of een aantal geseponeerd werden. Ja, nou ja, braafste jongetje van de klas. Ik zie hier nu die tweede rode kaart. Hij kijkt volgens mij niet eens. Simon kijkt alleen maar naar de bal. Ja. Hij ziet de tegenstander helemaal niet. Dat is belachelijk. Marco, Maurice zegt, ga dan in beroep. Ik heb een tijd met jou samen mogen werken. En dan hebben we ook wel eens een beroepje links en rechts aangetekend. Maar meestal kwam dat dan een briefje terug met +1. Is dat de reden dat het niet gebeurd is? Nou, het is optelsom. Het is een van de redenen geweest. We hebben, en dat gebeurt altijd na afloop van die wedstrijd, dat gebeurt op zondag en op maandag, hebben we natuurlijk de beelden terug bekeken met de staf. Ik heb ze ook laten beoordelen door de FBO. En de FBO is de Federatie voor Betaald Voetbalorganisaties die de clubs ook ondersteunt in dit soort strafzaken. Nou, die kijken dan vaak naar vergelijkbare beelden, hè, dus vergelijkbare momenten. En gaven aan, joh, weet je, de kans is dat je 2 wedstrijden krijgt, die is heel erg groot. Strafvermindering zal er niet in zitten. En strafvermeerdering waarschijnlijk ook niet. Ja. Dus dan is de conclusie, als je dan de beelden ziet, nou, dan zal het wel 2 wedstrijden blijven. En inderdaad, je ziet toch ook de praatprogramma's waarin twijfel getrokken wordt over het rood. Die heb je dan al achter je staan. En zoals je zelf aangeeft, ik was er ook van overtuigd dat je nooit meer wedstrijden gaat krijgen voor deze overtredingen. Meer niet. Hè? Kijk, en uiteraard, we hebben dat besluit genomen. Vervolgens, zo werkt het, dan moet je dan op maandag aangeven, ga je een beroep of niet.
Nou, we hebben de keuze gemaakt om dat niet te doen. Natuurlijk denk je dan die avond, je doelt op die praatprogramma's, denk je die avond en de dag erna wel eens na van ja, hebben we dit niet verkeerd gedaan? Dat is altijd achteraf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat gevoel wel steeds sterker kreeg van waren we toch maar in beroep gegaan. Ja. Nou, dan ben je dus te laat. Maar dan komt het moment van boosheid op vrijdag. En het zijn andere momenten, dus het zijn andere situaties, dat snap ik ook wel. Maar blijkbaar wie het hardst roept, die wint toch blijkbaar dan zijn zaak. Ik ben daar vaker geweest, hè, zei ze bij zo'n tuchtcommissie. Ja, heb je dat nog een kaart? Ja, ook echt, soms. Maar mijn tegenstanders ook. Maar dan, we hebben daar soms 3 kwartier moeten wachten, omdat de heren die erover gingen, die dan moesten beslissen, die waren nog niet uitgegeten. Nee. Ook dat is dan de KVB, hè? Even voor de duidelijkheid. Je weet nooit waar je naartoe bent. En dat is ook waar ik op doel. Dus ja, niet alleen meten met 2 maten, maar je weet gewoon niet meer waar je naartoe bent. Ja. Je hebt een scheidsrechter, je hebt een vierde official, je hebt een VAR. En blijkbaar is dat nog niet genoeg. En daar heb ik heel veel moeite mee. En als ik dan een overtreding zie bij Ajax tegen Vitesse, wat bij mij wel, ja goed, ik vind dat dat wel rood is. Ja, dan zeg ik, ja, waar blijven we nu? En diezelfde middag, die vrijdagmiddag, toen ik mijn boze reactie op Twitter plaatste, werd ik gebeld door de KNVB. En ja, die gaf aan, ja, ik denk dat jullie kaarten terecht zijn en die van Ajax niet. Ja, ik zeg, dan is dus net hoe de KNVB daarover denkt. Dat is nou net, zeg ik, het probleem. Waarbij Hans de Koning ook iets zegt over onze overtreding, zegt Erik ten Hag ook iets over die overtreding van Ajax. En die schakelen dan een bewegingsanalist in. Ja, dat is dan, ja, wij schakelen geen bewegingsanalist in. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Nee, je moet op een gegeven moment moet je ook grote jongen zijn. Klaar. En erover ophouden. Het seizoen gaat verder. Ja. En helaas mis je deze 2 spelers nu. Maar het seizoen gaat verder. En heb ik ook gezegd, op die vrijdag streep eronder en door. Goed, Marco, we hebben ook wat kijkersvragen. Die kunnen we helaas niet allemaal behandelen, want die staan hier allemaal op. Daarover later meer. Maar Flip Seelen vraagt bijvoorbeeld, komt er nog een aanvaller bij? En volgens mij wel. En daar hebben we nu een beeld van, want er is nieuws. Want, Marco, zeg het maar. Wie gaat er komen? Ja, de transferwindow is natuurlijk voorbij. Maar Torino Hunten die trainde al een tijdje mee bij VVV. De staf is van mening dat Torino toch ook iets kan toevoegen aan het elftal. In de zin, hij is bekend met de club. Hij heeft bepaalde kwaliteiten die we ook nodig hebben in delen van de wedstrijd. Die we goed kunnen gebruiken. We weten wat we aan hem hebben. En hij was beschikbaar. Hij wilde graag naar VVV. Nou, en we zijn daar uitgekomen. En hij tekent vandaag een contract voor 1 jaar met een optie van nog een seizoen. Ja, mensen kunnen het thuis niet zien, maar de beelden over Torino lopen, dat kunnen jullie wel zien. Maar jullie kunnen niet het gezicht van Danny Pop zien. En die lacht van oor tot oor. Want volgens mij konden Danny en Torino het zowel op als buiten het veld erg goed vinden. Maurice, vertel eens wat over de andere nieuwelingen van VVV. Ja, laat ik zeggen. Het zou een blaadje moeten schrijven. Het waren er echt veel. Er zijn er natuurlijk ook heel veel weggegaan. Ik wil eerst eigenlijk zeggen, ik vind het toch weer knap hoe de staf, hoe Stan Valks, hoe Marco, hoe ze dit toch weer allemaal voor elkaar hebben gekregen. Met hele bescheiden middelen. Hè. Laat dat even voorop staan. We hebben een spits, een Griekse spits. Waarvan ik al in de voorbereiding zei, goeiedag, die is sterk, die loopt zich te pletten. En toen zei ze, ja, maar hij scoort nooit. Nou ja, inmiddels weten we dat hij ook scoort en assist geeft. Dus, maar je hebt er ook iemand achter, Arias, dat ik denk van ja, perfecte stand-in. En die scoorde ook nooit, nou, dat deed hij in Emmen niet, maar voor VVV scoorde hij wel al gelijk in Emmen. Huppert, Swinkels, John, ik vind het, Schmid. En Matjaj en Coric, hoe spreek je dat uit? Coric. En Matjaj. Ja, Van Krooi terug was ik zelf heel blij mee. Want ik vind dat toch, ook al speelt Delano nog niet zijn beste voetbal, maar het is wel een aandrijver. Vito. Ja, Delano speelt ook. Delano, ja, die keept een beetje. Maar, maar die kan ook goed op 10 spelen, Delano trouwens. Nee, maar Vito uiteraard. Ja, ja. Fantastische aandrijving van het elftal. Ja. Dus ik, en dan nou dingen terug dan. Torino. Het enige wat mij zorgen baart, is het hart van de verdediging. Daar hebben we relatief weinig spelers en die zijn al op leeftijd. Koem, Swinkels heb je daarvoor. Dan heb je Gelmi natuurlijk. Ja. Met Koem en Gelmi samen heb ik zoiets van, oké, die doen het aardig. Maar voor mijn gevoel mis je daar toch wat lengte en kracht. Danny zou daar nog kunnen spelen. Zou ik denk best wel een goede optie vinden. Ook als je moet gaan doordekken van achteren.
Dus, maar daar zijn de mogelijkheden schaars. Dus in plaats van Hunt had ik eigenlijk nog gehoopt op een verdediger. Want ik vind dat we aanvallend mogelijkheden genoeg hebben. Marco? Ja, dat mag Maurice vinden natuurlijk. En dan zegt een aanvaller, hè? Ja, zegt een aanvaller. Ja, nou, goed, dat is wel bijzonder. Nee, zoals Maurice ook aangeeft. Ik denk dat Staf en Stan, zo maar te noemen, hebben het wel heel knap gedaan. We hebben het laagste spelersbudget van de Eredivisie. Dat weet ik inmiddels, omdat ik wekelijks ook met collega's praat. Dat spelersbudget is 3 miljoen. Daar moeten wij het mee doen. Ik las gisteren nog een stuk over FC Twente en FC Emmen. Die zitten op 5 miljoen. Emmen ook al? 5,5 miljoen. 5 miljoen. Nou, daar komen wij by far niet aan. Nee, ja, goed. Ik laat dat heel graag aan Stan Valks en de staf wat zij vinden van. Maar ik ben heel tevreden met wat we nu hebben. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat we ons weer gaan handhaven. Want dat is en blijft de doelstelling. En het was een lange weg. Het heeft lang geduurd. Het was ook een lastige periode, een hele lastige transferperiode. En op het laatst komen daar dan nog 2 aanwinsten bij uit Italië. Nou goed, dat moet ze nog allemaal uitwijzen. Ja. Maar de eerste indrukken zijn heel positief. Maar ik wil een compliment maken aan Stan Valks ook, die ook wel keihard heeft gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Wat als die wegvalt, Marco? Nou ja, dat denk ik vaak aan. Ik denk van wow, netwerk van Stan is zo belangrijk voor VVV. Jij bent zo belangrijk voor VVV. En hebben we in de staf ook nog een aantal. Ik denk van ja, jullie zijn. En heel veel van die personen zijn niet vervangbaar, voor mijn gevoel. Ja. Niet voldoende vervangbaar. Nee, en daar maak ik me zorgen om naar de toekomst van VVV. Dat is natuurlijk ook mijn verantwoordelijkheid om daarnaar te kijken. En natuurlijk ben je daar wel in je achterhoofd mee bezig. Van stel dat Stan een keer nog een avontuur aan wil gaan. Want dat is natuurlijk wel altijd zijn wens geweest. Om nog een keer een avontuur. Ja. En wat dat avontuur is, weet ik niet. Van de andere kant weet ik ook. En ik werk dagelijks. DEV4. Dat Stan enorm plichtsgetrouw is aan VVV. En zich in ieder geval de barst heeft gewerkt, ook deze periode. En je kunt op Stan altijd een beroep doen. En hij zal echt niet zomaar, heeft hij ook altijd gezegd, echt niet zomaar VVV verlaten. Ik heb me daar zo aan gestoord dat sommige supporters vorig jaar in die tijd met Maaskant, dat ze dat ook richten op Stan. En ik denk, man, we moeten een standbeeld voor die vent neerzetten. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. We gaan afsluiten met jullie twee. De andere heren aan de bar zitten te popelen. Ik heb nog 1 vraag aan jou, Maurice. Dat is ook een vraag van Marcel van Beveren, maar die wilde ik zelf ook stellen. Ja of nee, is de selectie dit jaar beter dan die van vorig jaar? Ja. Goed zo. Ja. Maurice Graaf, dank je wel. Marco, jij ook bedankt. Bedankt voor de informatie. De naam Stan Valks valt. Natuurlijk valt de naam Stan Valks als het over nieuwe spelers gaat. Als het over nieuwe spelers bij VVV gaat. Hij is er niet en toch is hij er wel. Kijk maar. Ja, een beetje wel. Ja, we hebben natuurlijk vergeleken met de afgelopen jaren een wat smallere selectie. Hè? 21, 22 spelers denk ik nu. En daar zitten 8 spelers bij van 20 of jonger. Dus het is heel jong. Dus daar willen we ook tegenover ook, behoorlijk wat routine in huis hebben, halen. En we hebben natuurlijk met Danny Post, met Koem, met Torsten Kiersman hadden we al routine. Maar we vonden het belangrijk inderdaad om routine te hebben, maar ook een beetje als je een lege stadion moet spelen of andere omstandigheden, denk ik, of vonden wij dat er spelers met meer ervaring daar minder hinder van zullen ondervinden. Dus. Naast die ervaren jongens, hè, waar je het zelf al over hebt, kwamen ook 2 jonge jongens van grote clubs uit Italië, Ante Cioric en Zinedine Maciac. Hoe kom je daarbij? Ja, wat ik net aangaf, er waren zoveel spelers op de markt dat wij, en ook inderdaad omdat grote clubs met grote selecties, die moeten ook die moeten hun spelers die niet gaan spelen, moeten ze verhuren. Dus, die zijn bij ons op de radar gekomen. En dat zijn eigenlijk 2 transfers geweest die vrij snel gegaan zijn. Normaal neemt een transfer best wel veel tijd in beslag om alle processen door te gaan. Maar deze 2 gingen relatief snel. En dat kwam ook mede doordat de verhurende clubs zeg maar graag meewerkten. Dus wij hadden al in een vroeg stadium hadden wij alle akkoorden met die clubs. Dus dat ging inderdaad vrij snel. Vorig jaar had je er een aantal Engelse jongens bij lopen. Dit jaar niet. Heeft dat nog iets met de Brexit te maken? Nee, dat had gekund. Nee. Nee, ja, ik denk de afgelopen jaren hebben we voornamelijk Nederland, Duitsland. Hè. Afgelopen seizoen dan
een paar inderdaad uit Engeland en nu toevallig een paar uit de Italiaanse markt, zeg maar. Dat is een beetje toeval, hoor. Dat is een beetje toeval. We hebben het nu over inkomende transfers. Hoe kijk jij naar de uitgaande transfers van dit seizoen? Ja, er is niet zoveel uitgegaan, behalve dan natuurlijk de aflopende contract. En dat waren er inderdaad een hoop. Er zijn natuurlijk wel wat dingen die gespeeld hebben. Natuurlijk met Tobias Pasjuniek, dat heeft wat gespeeld. Rondom Lindhorst heeft wat gespeeld. Maar voor de rest is er eigenlijk niet echt... Richie Neudekker is weggegaan. Ja, Neudekker is weggegaan. Maar dat, ja. Dus ja, die wilde weer plezier hebben. Die wilde weer voetballen. Dus die had moeite met zijn rol. En, dat is uiteindelijk het niet gelukt wat we voor ogen hadden met Richie Neudekker. Dat kan een keer gebeuren, maar hij is nog steeds een prima voetballer. Dus, ik hoop dat hij dadelijk weer op het hoogste niveau kan spelen. Ik voor VV. Goed, we hoorden Stan Valks van alles vertellen over de afgelopen transferperiode. Over de mensen die gelukkig ook zijn gebleven. We hoorden dat er wat gespeeld had rond bepaalde spelers. Hans, rondom jou heeft niks gespeeld natuurlijk. Hè, want jij zit hier prima op je plek. Dus, er gebeurt genoeg met je. Danny, jouw naam ontbrak. Hè? Vind je dat zelf ook verrassend dat ze jou niet zijn komen halen? Ja, hij wil geen slapende honden wakker maken, denk ik. Is het dat, hè? Ja. Is het dat? Want de rots en de branding. Hoeveelste jaar is er dan ondertussen bij WW? 17e? Achtste. Nee, nog geen Niels Fleur. Die moet ik nog inhalen. Maar achtste ga je seizoen inhalen? Ja, weet ik niet. Je achtste seizoen, ja goed. Je hebt van alles meegemaakt. Je hebt heel veel spelerswisselingen meegemaakt, trainerswisselingen meegemaakt. Je bent een van de weinigen die de veldwissel daarvoor al... Alles meegemaakt. Ja, je hebt hier alles meegemaakt. De standaardvraag, hoe is het met je? Ja, goed. Nieuw allemaal, wat je zegt, ander veld. Nu weer een nieuwe situatie natuurlijk met corona, geen publiek. Dat had je ook nog niet meegemaakt. Dus nee. Ja, heel apart eigenlijk allemaal. Ik sta wel eens langs het veld om een trainingje te kijken toen het nog mocht. Ik sta nu wel eens wedstrijdjes te kijken op tv. Het is alsof ik de training sta te kijken. Hè? Uit, diep, ja. over links. Ja. Hoe vervelend is dat, dat je alleen maar jezelf hoort? Ja, ik ben wat meer op gaan passen met wat ik roep. Want normaal kon je wel eens wat grover zeggen. En nu wordt dat gehoord, dus ik pas wel een beetje op. Maar nee, ja, dat is niet... Niet leuk. Nee, want je vertelde me op het moment dat Utrecht die 1-1 maakt, dat jullie elkaar aankijken, is die soms afgekeurd of zo? Want je hoorde helemaal niks. Ja, ik dacht serieus van dat hij in zijn het ging. Of dat hij, weet je, dat gewoon er gebeurde niks. En je verwacht altijd dan dat je publiek hoort. En dat gebeurde nu niet. Dus wat dat betreft, ja, is het gewoon heel een beetje onwerkelijk dat je denkt, we zijn gewoon een training aan het doen. En je speelt eigenlijk gewoon een Eredivisiewedstrijd. Ja. Dus, Maurice Graaf maakte net een opmerking, misschien moet... Danny Post letterlijk een stapje terug doen. Niet figuurlijk een stapje terug, maar letterlijk. Misschien even mee in het centrum. Naar degene die daarover gaat... Een paar jaartjes wachten. Is, ja, ik denk dat het wel zou moeten over een paar jaar. Ja, als je net zo als Maurice Graaf bent, dan ga je dan al bijna op de tenen van de keeper staan. Dat wil je dat graag. Ja, dan wel, ja. Hans, welkom. Een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen als trainer van VVV. Hoe is het eerste gedeelte in het Venlose bevallen? In zoverre heb je het in de coronatijd, die hebben we nog meegemaakt, zeg maar, dat we met z'n allen erin zijn gebleven. Ja, dat was hartstikke belangrijk, want dat was ook onze doelstelling om erin te blijven. Nou, dat is helaas, onder welke, wat je ook meemaakt, dat het ook logisch is dat het afgekapt wordt. Ja. Maar het gaat er dan om, hoe ga je verder? Dat is de stap. Hè. Dus ik heb het ook mogen ervaren dat de club dan in een moeilijke situatie... Ja. Toch je contract wil verlengen. Hè? En dan met elkaar weer een nieuwe stap gaan maken. En zorgen dat je een goede voorbereiding kan maken. Nou ja, die voorbereiding hebben wij gedaan met eerst in kleine groepjes nog. Hè, dat het mocht. Daarna zijn we naar een blok gegaan van in begin half juli. En gestopt 3 weken later. 10 dagen eraf en een blok gemaakt naar de nieuwe competitie toe. En ook dat was aan de voorkant ook nog niet duidelijk of het 5 september zou zijn, 12 september zou zijn. Dus je bent daar met heel veel momenten bezig in de onzekerheid. Heel veel onzekerheid. Oké, maar dat is nu nog steeds. Ja. En als je dan die voorbereidingen vergelijkt, bedoel je, je draait al lang genoeg mee. Hè? Als keeper heel veel wedstrijden, nu als trainer al heel veel wedstrijden. Is het echt anders dan al het andere wat je ooit mee hebt gemaakt? Nou ja, vooral de regels die je moet hanteren. Hè. We zijn ook met de staf bezig. Als je dan complimenten naar de medische staf. Hè. En
onze directeur hygiëne Harold, dat noemen we dan zo. Maar hoe die dat allemaal met elkaar... Dat is wel een goeie. Ja, maar oké, maar met elkaar zo bezig zijn om te zorgen dat iedereen negatief blijft. Ja. En dat we in die bubbel blijven, ja, dat is een groot compliment. Alleen, ja, dan ga je trainen. De ene die zegt van wij trainen 12 weken door. De andere zegt nou, we beginnen een maand, we gaan er 2 weken af. En die doen het weer een maand. Nou, we hebben het op onze manier gedaan. Ja. En ik denk dat we er goed uitgekomen zijn hoe we hebben kunnen starten. Ja. Danny, jij draait ook al heel wat jaar mee. Je zegt al van het is een hele andere sfeer. De sfeer in de groep is natuurlijk ook anders. Want jullie dagindeling ziet er ook anders uit. Hè? Want wat mag wel en wat mag niet? Nou ja, de trainingen verandert niet zo heel veel aan. Nee, maar hoe je naar de training toe gaat, et cetera. Ja, en dat is het. En ook gewoon de looproutes in het stadion. En er wordt gewoon, ja, het is allemaal heel steriel, allemaal voorzichtig. En dat is ook allemaal goed. Alleen, ja, uiteindelijk moet je toch weer naar huis een keer. En toch ga je weer een boodschap doen of je gaat naar familie. Dus ja, iedereen wordt ook gewoon vanuit de club gezegd, weet je, pas op. En weet je, als we straks hebben wat bij NAC gebeurt, ja, dan heb je gewoon een probleem, ook met wedstrijden. Dus ja, dat krijgen we allemaal mee. Dus je hebt eigenlijk een soort van huiswerk, ja, met wat je doet in je sociale leven. En ja, dat is eigenlijk de grootste impact, vind ik, van hoe het nu gaat. Ja. Nou ja, je zegt gelukkig zijn er nog wel de wedstrijden, hè? Want dat was op een gegeven moment in het vorige seizoen ook in één keer afgelopen. Neem ons eens mee die eerste wedstrijden en met name die eerste wedstrijd natuurlijk. Toen heel veel mensen dachten van nou gaan we het zien. Nou, zo'n voorbereiding, dat kan natuurlijk helemaal niks worden. Ja. Neem het telraam mee, we gaan eens even zien hoe die idioten van Emmen over ons heen walsen. Het ging even iets anders. Ja, nee, dat, eigenlijk zeg je dat altijd, van de voorbereiding zegt eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk kan het beter in de voorbereiding misgaan, dat je kan kijken van wat kunnen we nog beter doen en veranderen, dan dat je een perfecte voorbereiding draait en daarna op je bek gaat. Maar ja, zo'n wedstrijd zoals Emmen, dat is gewoon weer een wedstrijd op zich. En zeker tegen een concurrent, dan kan er van alles gebeuren. En dat is gebleken, het leek wel een play-off wedstrijd. Ja, het leek een play-off wedstrijd, gewoon alle kanten ging het op. En dat was leuk en er zat toen ook nog wel wat publiek. Alleen ja, Het is wel gewoon een rare situatie, ook qua wat de trainer zegt, dat je een hele andere voorbereiding ook hebt dan normaal. Ja. Normaal doe je ook hetzelfde als andere clubs. En nu sprak je bijvoorbeeld Roel bij Fortuna of andere spelers bij clubs, die waren opeens 2 weken vrij, terwijl wij meer in de training zaten en die waren daarna weer een week vrij. Het verschilde nu heel erg van elkaar. En ja, een club moet dan maar uitzoeken van wat is het beste en waar halen we de meeste winst. Ja. En dat is de vraag. Ja, de winst haal je in Emmen. Je pakt een puntje tegen Utrecht. Nou zal je dat hier aan tafel natuurlijk niet zeggen, dat jij een of andere kalender hebt waar je 0, 1 en 3 achter schrijft wanneer je welke punten gaat halen, Hans. Maar ja, in je hoofd, nou, laat ik zo zeggen, de supporters hadden dat wel. Die 3 punten bij Emmen, wow, dat zullen misschien weinigen van tevoren hebben ingevuld. Nou, weet je, wij zijn daar geëindigd natuurlijk met een 3-1 nederlaag. Ja. Toen was het ook de stop. Dus dan ga je daarheen met een voorbereiding die niet optimaal was. We hadden heel veel gescoord, maar dat was de puur de amateurs. Maar, maar uiteindelijk, we lopen zo lang mee, dus dat zegt allemaal niks. Kijk maar naar Heerenveen later. Maar als je dan zo'n wedstrijd begint en als je dan ziet wat voor ploeg er dan tegen je staat, daar was maar weinig van veranderd van Emmen. Volgens mij waren er weer 2 teruggekomen, Klavan was weer terug. Dus die ploeg was niet zoveel veranderd. En we hadden daar in het begin best wel last mee. En dan hebben we in de rust hebben we met elkaar dat gecorrigeerd. En als je dan ziet wat voor spirit er in de groep zit en veerkracht, ja, dan verdien je die wedstrijd ook om gewoon met die 2-5 te winnen. Of was het 3-5? 3-5. En de eerste winnen. Emmen uit is ook gewoon een lastige wedstrijd. Het is gewoon zo lastig, want er gaan niet veel clubs winnen daar zo. Hè? En uiteindelijk dan het vertrouwen naar Utrecht toe. Nou, waarbij je denk ik gewoon een hartstikke mooie wedstrijd speelt. Zeker de eerste 35 minuten. Een goede goal maakt. Ja, en dan is het vervolg daar dat je bij, vinden wij, hè, net samen nog even van de bar ook over gehad tegen Heerenveen, een hele goede wedstrijd speel, eigenlijk gewoon ook domineren in Heerenveen, wat gewoon nog een ploeg is die ook al 2 keer gewonnen had. En dat je daar dan met een 0-1 of een 1-0 nederlaag weggaat, met heel veel schade, Den geblesseerd in de rust, Pasionek, Simon Jansen geschorst. Dus dat was zo doodzon. Ja. En wat jij vroeg met dat lijstje, tuurlijk hadden wij Den Haag ook wel berekend thuis,
dat was zij van concreet. Die moet je eigenlijk wel 3 punten halen. Maar er zat niet meer in als op een gegeven moment als een punt. Ja. Nou, oké, dan valt hij in de laatste seconde. Maar ook dat is sport. Ja. Maar dan moet je wel met z'n allen die klap opvangen als een grote kerel. Ja. En dan moeten we weer door. En weer door. Dus volgens jou is het allemaal naar wens. We hebben dat natuurlijk ook aan Stan Valks gevraagd. Over wat hij van het start van het seizoen vond en wat de verwachtingen zijn. We kunnen wel roepen, we willen het linker rijtje, maar kijk, onze doelstelling is natuurlijk handhaven Eredivisie. Ik denk dat wij de club zijn met het laagste bezet. Dat is geen excuus om niet te presteren. Maar nee, ik hoop dat wij onszelf en iedereen aangenaam kunnen verrassen. Ja, aangenaam verrassen. Maar Danny, is het eigenlijk nog wel verrassen als wij in de Eredivisie blijven? Nou ja, qua budget wel. Alleen ja, kijk, je wordt, zolang je spelers kan behouden die al jaren Eredivisie spelen en die weten ja, hoe het werkt in de Eredivisie, ja, wordt dat steeds gemakkelijker, zou je zeggen. Alleen ja, je moet wel elke keer het onderste uit de kan halen qua financiën. En, ja, weet je, als je dat nu vergelijkt met Fortuna, die even een zak geld tevoorschijn halen en dure spelers haalt, dat zijn dan toch onze concurrenten op papier, maar eigenlijk niet meer. En dat is wel waar je, wat je gewoon ziet. En ja. Bij ons, bij VV, is dat gewoon tot een bepaalde max is er iets mogelijk. En dan houdt het gewoon op. Ja. En als het ophoudt met spelers halen, dan moet je ze bij jezelf halen, om het zo maar te zeggen. Hè? We hebben Stan, we hebben Aram, we hebben Wassim, we hebben Yakuro. Hoe passen die jongens al in de groep? Hè? De een wat meer dan de ander, maar ja. hoe gaat nou, dat? Ja, je hebt ze natuurlijk vorig jaar gelukkig al, zeg maar, vanaf januari ken ik ze. Hè? Ze waren, daarvoor waren ze natuurlijk ook al een selectielid, behalve Wassim, want die is nu nog 16. Ja. Die heeft net zijn brommerrijbewijs. Dus, dus uiteindelijk, maar... Dat hoor je, Danny. Ja, maar die jongens die ontwikkelen zich hartstikke goed. Weet je, ze weten wat er gevraagd wordt, zijn heel leergierig, willen met elkaar constant aan de gang om het eerste elftal basisspeler te worden. Maar ook daarin zit altijd een piek en een daal. En noem maar op, zo gaat het. Hè, die golfbeweging zit daar. Maar als je ziet, als je dan die jongens ziet van hoe en wat, ja, dan gaat dat gewoon hartstikke mooi. Maar uiteindelijk zijn ze nog niet zo ver om hele wedstrijden te staan. Hè? Misschien met een invalbeurt om er aan het niveau te wennen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat je blij moet zijn dat deze jongens, en dan komen we weer op het begin van de selectie, die moesten op een gegeven moment ook gewoon spelen in oefenwedstrijden, omdat dat geheel er nog niet was. Nou, daar hebben ze een mooie leerschool mee gehad. Ja. En dat is een mooie ontwikkeling. En die hebben ze weer meegepikt. Dus aan elk voordeel, of aan ieder nadeel zit een voordeel. Kijk eens, mooi hoor. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, gaan we naar die andere Amsterdammer, daar wil ik het toch over hebben. Danny, je bent natuurlijk niet alleen vanwege het feit dat je er al zo lang zit, maar ook vanwege je leeftijd. Hè? Je bent geen 16 meer, je hebt je brommerrijbewijs al heel erg lang. Hè? 16 is de helft bijna, ja. Natuurlijk, je gaat al bijna 16 jaar aan de voetballerij mee. Ja. Wat weet jij nog van toen jij voor het eerst bij, nou, noem het maar op, Groningen Cambuur, in je jongste jaren, toen je Haarlem naar de zijkant stond? Ja, Haarlem was dat, ja. Was het Haarlem? Ja, ik had mijn debuut bij Haarlem gemaakt. Toen was ik niet zo jong als Wassie. Nee, dat toen was ik echt 19. Ja. En dat is allemaal spannend dan. Alles is nieuw. En je weet ook, wat je dat mee hebt gemaakt, hoe die jongens daar nu in zitten. En weet je dan ook hoe je nu tegen die jongens moet doen, zodat jij niet die vervelende oude lul bent? Die ja, maar dat was toen al wel anders. Ik had wel gasten toen nog in het team met Jordan altijd over vroeger, maar die waren wel wat... Ik heb het gevoel dat ik in ieder geval meer tussen die jongens sta dan erboven. Tenminste, zullen zij misschien niet denken, maar dat denk ik. Dus ja, je probeert hen wel dingen mee te geven. En niet alleen die hele jonge jongens, maar ook ja, Tristan Dekker, die al jaren... Eigenlijk als jonge jongen, ook die is ook nog in de 20. Ja. En daar ben je ook al mee bezig. Alleen ja, je probeert ze wel dingen mee te geven. Maar hun kijken uiteindelijk wel naar jou als oude aanvoerder. Ja. Dus hoe ik mezelf zeg maar niet zie, zien hun mij waarschijnlijk wel als ja, hoe ik die jongens in mijn tijd zeg maar zag. Maar er is ook niks mis mee, hè? Want Danny heeft natuurlijk wel een tijd meegemaakt en ik daarvoor nog, dat je best elkaar corrigeerde. Ja. En dat is wel wat anders geworden in de jaren, de hiërarchie daarin. Maar wij vinden wel dat het wel erbij hoort. Als je echt wil slagen in betaalde voetbal, heb je ook wel eens een paar klappen om je oren nodig. En dan en van het vallen en opstaan word je hartstikke groot. Ja,
Daar kom je verder mee, hè? Niet alleen in het echte leven. En nee, maar jongens helpen, hè? Want je bent altijd voor elkaar, moet je er zijn om elkaar beter te maken. Ja, en als je een drie keer gezegd hebt, dan mag ook de vierde keer mag het wel eens wat anders zijn. Dus daar leren ze van. We hebben die jongens ook gewoon zeker nu in deze tijd gewoon keihard nodig. Dat zie je, weet je, in de voorbereiding heeft gewoon heel veel jonge jongens hebben gewoon hun kans gekregen, omdat we gewoon geen hele brede selectie hebben. Dus die zijn ook het hele jaar heel belangrijk. Ja. Ja, zelfs in dit seizoen. In een seizoen wat anders is dan heel anders. We hebben heel veel meegemaakt. Ik geloof dat ik hier 50 jaar voetbalervaring tegenover me aan tafel heb zitten. Maar zoals onze trainer al zegt, ja, het is, dit hebben we allemaal nog nooit meegemaakt. Daar moeten we mee omgaan, daar moeten we mee dealen. En ja, een van die dingen bijvoorbeeld is dat er een supportersavond aankomt op maandag 26 oktober. En normaal gesproken zouden we dan zeggen, VV nodigt iedereen uit om naar Covebo Stadion de Koel te komen. Dat kan niet, want die maandag 26 oktober is die online. Heb je dan nog vragen die je wilt stellen? En wellicht de mensen die hier vragen hebben gesteld. Ik wil er nog eentje heel kort doen. Hans, ben je ook echt een koning? Oftewel, heb jij kinderen? Ja, ik heb kinderen. Nou, kijk eens. En kleinkinderen. Nou, dus dan weet Bas Helmers ook gedaan, dat jij een koning en een grote koning bent. Met de kinderen en kleinkinderen. Dat soort vragen allemaal. Maandag 26 oktober om 7 uur bij de online supportersavond. Veel moet online. Gelukkig mogen sommige dingen nog op het veld. Onder leiding van trainer Hans de Koning. En hopelijk ook weer onder leiding van captain Danny Post. Dit was VVV Live aflevering 2. Dank jullie wel voor het kijken. VVV Live wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo, Systemec en Fracu Installaties.